plaats een berichtje op Facebook. Dat levert heel veel donaties op. Echt waar? Ja, echt waar. Een enorme inflatie en een torenhoge gasrekening. Steeds meer Gelderlanders kloppen noodgedwongen aan bij de voedselbank. Maar hoe zit het met de huisdieren van mensen die maandelijks niet meer rond kunnen komen? In Lochem hebben ze het antwoord. Daar is vandaag een speciale voedselbank voor dieren geopend. 1, 2. Huppatee. Yay, lopen! Met het doorknippen van een lint wordt in Lochem onder grote belangstelling de nieuwe voedselbank voor dieren geopend. De voedselbank is een initiatief van Monique Schutte en draagt de toepasselijke naam Kwispel. Onze hond Berto, die noemen we gekscherend directeur Berto, die kwispelt de hele dag. Dus vandaar Kwispel. De nieuwe voedselbank is in een schuur in de achtertuin van Monique gevestigd. Ik denk dat er behoefte naar is. Ik heb zelf een mupkastje gehad. Daar konden mensen gratis menstruatieproducten en verzorgingsproducten ophalen. En toen heb ik al regelmatig de vraag gekregen van, heb je misschien ook voeding voor mijn hond? Nou, dat had ik toen niet. Dus dat is in mijn achterhoofd blijven zitten. En nu heb ik het kastje overgedragen aan twee andere kastjes in Lochem en eentje in Ruurlo. Dus het was voor mij tijd voor wat anders. En ja, toen kwam de dierenvoedselbank. Ja, wel bijzonder zeg. Ja, vind ik niet. Nee, vind ik niet. Ik vind dat je elkaar moet helpen. Het voedsel en de andere spullen die Monique gratis weggeeft, krijgt ze van de inwoners van Lochem. Plaats een berichtje op Facebook. Dat levert heel veel donaties op. Echt waar? Ja, echt waar. Ik ben geen stichting. Hulp van fabrikanten en grote winkeliers krijg je dan niet. Dus dan ben ik afhankelijk van de giften van de mensen. En dat loopt.